Onbekend Nederland staat waarschijnlijk al de hele dag voor de spiegel om vanavond tip-top te verschijnen op de rode loper van het televisiegala van het jaar. Namelijk de uitreiking van de 53ste gouden televisiering in AFAS Live in Amsterdam. De kanshebbers zijn Bo in 5 Days, De Luizenmoeder en Expeditie Robinson. En bij mij in de studio vandaag mediaverslaggever Rob Goossens. Met hem ga ik de 3 potentiële winnaars onder de loep nemen. En we kijken uiteraard zometeen ook naar de genomineerden van de andere prijzen. Ja Rob, laten we het eerst hebben over de waarde van de prijs. Want doet hij er nog toe? Ja, er zijn mensen die zeggen dat de waarde afneemt nu er minder mensen televisie kijken. Ja. Maar deze prijs is er natuurlijk voor die programma's waar je de televisie nog voor aanzet. Niet de dingen waar je naar kijkt als je toch de tv aan hebt staan. Maar juist die dingen die eruit springen waar Nederland voor gaat klaarzitten. Nou ja, en bij uitstek heeft De Luizenmoeder natuurlijk afgelopen jaar dat effect gehad. Ja, zeker. Dus in dat opzicht, ja, het is niet meer helemaal dezelfde prijs. Maar de waarde ervan is nog steeds heel groot. En wat weet je van de waarde van de ring zelf? Oh jeetje. Overval ik je daar niet mee. Als je naar... Hij is 18 graad goud, toch? Ja, nou ja, het zal wel een duur ding zijn dan. Ja. Ja. Dus dan is die zeker van waarde. Maar ik ga je daar verder niet mee lastigvallen. We gaan naar de genomineerden. Er zijn een aantal categorieën, waaronder de Gouden Stuiver, de Talent Award, Digital Impact Award, wil ik zo meer over weten. En de Zilveren Sterren voor de beste presentator en presentatrice. Op die categorieën kun je niet meer stemmen. Wel voor de Gouden Ring vanavond nog. Daar gaan we nog wel op stemmen. We nemen ze even door. De Zilveren Televisierster Presentator. Daar is genomineerd Bo van Erven-Dorens, Umberto Tan en Johnny de Mol. Wat denk je? Nou ja, dit zou een hele mooie manier zijn voor Umberto Tan om toch een beetje stille wraak te nemen op RTL. Ja. Hij heeft vanaf het moment dat hij eruit werd gegooid bij Late Night natuurlijk gezegd, ik respecteer de beslissing, maar ik ben het er niet mee eens. Nou ja, je ziet ook bij filmpjes op onze website over Twan Huis, de helft van de mensen vraagt of Umberto Tan terug mag komen. Ja. Ja. Nou, als al die mensen op Tan hebben gestemd, dan gaat hij gewoon winnen en dan weten we allemaal wat de reden is waarom mensen op hem hebben gestemd. Ja. Dus dat is eigenlijk de spannendste kandidaat uit deze categorie. Dat zou een vraag zijn, denk ik. Ja, en zonder dat hij er zelf wat voor hoeft te doen. Want Umberto Tan is natuurlijk een gentleman. Die gaat niet rellen als daar niet echt een hele grote reden voor is. En hij heeft zich tot nu toe netjes opgesteld richting RTL. Ja. Hij doet natuurlijk ook nog steeds programma's voor ze. Was op een adverteerdersevenement waar hij natuurlijk ook prima niet had kunnen komen opdagen. Dus wat dat betreft, hij houdt zich netjes aan de regels. En als het publiek hem dan eigenlijk beloont voor het galante optreden van de afgelopen maanden en voor, nou ja, wat dan misschien wel een onterecht vertrek zou zijn, dan zou dat een heel mooie kerst op de taart zijn voor hem. Mocht hij winnen, ben ik benieuwd naar zijn speech vanavond, sowieso. Zilveren televisierster presentatrice, daar hebben we Chantal Jansen, Eva Jinek en Geraldine Kemper. Je zou bijna zeggen, Eva neemt hem weer mee. Ja, dat lijkt mij dus ook. Ja, echt? Die heeft gewoon zo'n vlekkeloos seizoen weer gedraaid met Jinek. Is natuurlijk net moeder geworden. En ja, ik denk dat de gunfactor niet minder is geworden. Haar presentatie, hoe moet je het zeggen? Prestatie is er niet minder op geworden. Dus ja, ik zie geen reden waarom de concurrentie haar het dit jaar heel moeilijk zou kunnen maken. Nou, ik ben heel benieuwd. Televisier Talent Award. Ellie Lust, Kai Gorgels en Nienke Plas. Ja, ook hier denk ik weer dat het de televisier awards van het gunnen worden. Yeah. Ellie Lust is natuurlijk net eruit gegooid bij de politie. En nou, binnen de politie is daar erg verdrietig op gereageerd. Ik denk dat wij met z'n allen enorm hebben genoten van de programma's die ze tot nu toe heeft gemaakt. Ze gaat nu de overstap maken naar Discovery. En ik denk dat we met z'n allen haar die prijs het meest gunnen. Zeker. Ik zeg verder niks, maar ik zie Nienke Plas en dan denk ik, nou, dat vind ik wel een dame met een lekkere, vlotte babbel. En zij gooit er van alles uit. Ik moet enorm om haar lachen. Dus persoonlijk... Maar goed, die gaat het ook wel redden op televisie. Ik denk dat Nienke Plas betere papieren heeft om heel groot te worden dan Ellie Lust. Dat Ellie Lust meer voor de geinige programma's in de randen van de avond is. En Nienke Plas kan een grote ster op primetime worden. Oké, we gaan door. Zilveren televisierster, acteur, actrice. En wat mij dan opvalt, het is 1 categorie voor acteurs, actrices. En ik zie alleen maar dames. Ilse Warringa, Jennifer Hofman en Lies Visserdijk. Hoe kan dat? Nou ja, de mannen waren niet goed genoeg. Ach, dat heb je natuurlijk soms. Wat een rotopmerking. Ja.
Nee, maar wat denk je, wie gaat ze naar huis met een award? Nou ja, het ligt voor de hand. We zijn er nog niet, maar een klein tipje van de sluier. Ik denk dat de gouden televisiering naar de Luizenmoeder gaat. En dat die mensen die allemaal komen stemmen, ook meteen even hun stem op Ilse Waringa gaan uitbrengen. Die natuurlijk als juf Ank geschitterd heeft in die serie. En ja, ik zou het heel gek vinden als zij niet met die prijs ervan doorgaat. Want dat zou betekenen dat de Luizenmoeder-fans eigenlijk het succes in het voorjaar alweer vergeten zijn. Zou kunnen, hè? Tegenwoordig gaat alles wat sneller. Het zou kunnen, ja. De Digital Impact Award, die verbaasde mij, want het zegt mij niks. Wat is dat? Ja, het zegt mij dus eigenlijk ook helemaal niks. Oh. Ik vrees dat dit een teken is dat televisie denkt van we moeten een beetje met onze tijd mee. En de afgelopen jaren hadden mensen op de televisie gala een beetje een Titanic gevoel. Dat het orkestje nog stond te spelen, mm-hmm, terwijl de boot aan het zinken was. En televisie wil met deze prijs vooral laten zien dat ze ook heus wel meegaan met hun tijd en moderne ontwikkelingen heel belangrijk vinden. Maar als je mij nu vraagt wie er genomineerd zijn, ik weet het niet. Nou ja, ik heb Expeditie het vanochtend Robinson, nog gezien. Wie is de Mol en Zondag met Lubach, waarvan nou, ik dan denk, leuk Zondag met Lubach horen we heel veel over, dus waarschijnlijk zal hij het dan wel worden, maar we weten het. We gaan het zien. We het is een prijs die ik ook morgen alweer vergeten ben, moet ik heel eerlijk zeggen. We gaan door naar de genomineerden voor de belangrijkste prijs en dat is natuurlijk de Gouden Televisiering. Nou, Bo in 5 Days, De Luizenmoeder en Expeditie Robinson. Zij zijn al voor de 4e keer genomineerd en toch, als ik jou nu zo hoor, denk jij, het gaat De Luizenmoeder worden. Nee, het moet De Luizenmoeder worden. Ik bedoel, dit is zo'n groot programma geworden. En met heel Nederland, nou ja, ik ben dan geen jonge ouder, maar ik zie het in mijn omgeving bij jonge ouders die kinderen in basisschoolleeftijd hebben, die waren allemaal enorm opgelucht. Want die dachten allemaal, ben ik nou zo gek dat ik hier allemaal rare dingen zie? Maar door De Luizenmoeder kwamen ze erachter dat niet zij gek zijn, maar dat er gewoon een heleboel gekke dingen op het schoolplein gebeuren. Ja, als je zo'n impact hebt, dan moet je gewoon die prijs winnen. Het is herkenbaar, ja, zeker. Maar het is in het verleden wel eens eerder gebeurd dat er een outsider met de prijs vandoor gaat. Nee, en in dit geval hebben we twee hele mooie outsiders. Ja. Ik zou zelf zeggen, het is niet helemaal terecht als De Luizenmoeder niet wint. Maar zowel Bo als Expeditie Robinson verdienen hem van harte. Ja. Bo heeft zichzelf opnieuw uitgevonden met The Amsterdam Project. Zeker. Heeft met Bo 5 Days Inside eigenlijk een betere versie van The Amsterdam Project gemaakt. Waarbij hij een heel eerlijke, rauwe versie van zichzelf liet zien. Maar ook echte mensen liet zien. Ja. En Expeditie Robinson slaagt er toch wel elk jaar in om het programma net wat anders te maken. Waardoor je niet het idee hebt, ik zit naar precies hetzelfde programma als vorig jaar te kijken. Nou, in een televisieland is dat natuurlijk ook wel knap. Af durven stappen van wat je weet dat sowieso werkt. Ja. Om het toch weer beter te maken en spannend te houden. Ik weet dat er vanavond een aantal mensen niet zijn. Chantal Jansen zit in Amerika. Johnny de Mol is nog aan het genieten van zijn huwelijk in Portugal. Dus die zien we niet. De uitreikers, er zijn twee uitreikers bekend. Dat doen ze normaal nooit. En nu laten ze wel weten van, hey, Rico Verhoeven gaat een prijs uitreiken. Vond ik al heel bijzonder. De presentatoren, Jan Smit en Rick van der Westerlaken. Is dat nog bijzonder? Nou, voor Jan Smit niet, want die heeft het al eerder gedaan. Ja. Rick van der Westerlaken moest een opvolger gevonden worden voor Art Rooiakkers, die natuurlijk de overstap naar RTL 4 heeft gemaakt. Ja. En dan is Rick van der Westerlaken eigenlijk best wel een logische kandidaat. Dat is iemand die we natuurlijk bij het journaal hebben gezien. Die kan heel goed gewoon een verhaal aan elkaar praten. En dat gaat hij vanavond doen. En ik ben heel benieuwd. Ja. Ik ook. Als laatste, de toekomst. Je hebt natuurlijk online video. Een van de dingen die ik me heel goed voor de geest kan halen is Stuk TV met Giel bijvoorbeeld. Is onwijs populair, maar daar is geen prijs voor. Denk je dat dat nog gaat komen? Ja, het zou kunnen. En het is in feite een online verkiezing. Dus wat dat betreft hebben juist online formats een enorm voordeel. Want die kunnen aangeven, je moet gewoon meteen gaan stemmen. En dan doen mensen dat. Ja. Dat is toch moeilijker met de televisie. Want dan zeg je kunt stemmen, maar dan moet je even je telefoon of je laptop pakken. Dus wat dat betreft, als de online formats gaan meedoen, dan gaan ze in één keer de concurrentie wegblazen. Maar tegelijkertijd denk ik, dan is dat wel helemaal eerlijk. Want als je puur naar televisie maken kijkt, dan zijn de grote series die nu genomineerd zijn voor bijvoorbeeld Gouden Televisier, die steken met kop en schouders boven Stuk TV uit. Dat wil niet zeggen dat dat een slecht programma is. Zeker niet. Maar het is wel een hele goede club in de Jupiler League ten opzichte van een hele goede club die op Champions League niveau mee kan komen.
komen. Dankjewel. Vanavond om 9:10 dan begint die prijzenregen. Ik ben heel benieuwd. Het gala is live te zien op NPO 1. En voorafgaand aan dit feestje natuurlijk de sterrenparade op de Rode Loper. En die is live te volgen via de Facebookpagina en website van de Telegraaf. Rob, nogmaals onwijs bedankt dat je hier was voor de voorspellingen. En u bedankt voor het kijken. Tot ziens.